kan zeggen dat het gala en deze prijs leeft als nooit tevoren. Peter Houben neemt dit jaar afscheid als hoofdredacteur van Televizier. Hij kijkt terug op 10 bijzondere uitreikingen van de Televizierring. Een paar weken voor mijn eerste gala reed ik nog op een motorfiets door de woestijn in Amerika. En even later zit je tussen de crème de la crème van de Nederlandse televisiewereld op het grootste en bekendste gala van Nederland. Dus mijn favoriet won op dat moment ook, de dramaserie Westenwind. Dus daar was ik persoonlijk ook heel blij mee. En die was outsider, want Big Brother was de grote favoriet. Dus het was meteen een spectaculaire uitreiking. Maar die staat je altijd natuurlijk bij, de eerste. En kijkend nu naar het programma wat we dit jaar gaan brengen, wordt mijn laatste. Mijn 10e dan ook. Bijzonder spectaculair en mooi. En ik kijk tevreden terug. De winnaar is de Lama's. Dat was echt een verrassing voor velen en ook voor mijzelf. Maar ook toen bleek al dat als een televisieprogramma een hele trouwe fanclub heeft, dat zo'n programma dan op dat moment hoge ogen kan gaan gooien. Dus ook al is het niet het best bekeken programma. Wendy van Dijk staat er nog bij toen ze won met Hart in Actie. Dat was toen, volgens mij was net daarvoor haar vader overleden en die had een hele emotionele speech. En dat vond ik ook heel mooi, heel roerend. Maar bovenal de bedrijven en de werklieden die altijd maar weer belangeloos voor mensen die ze absoluut niet kennen keihard staan te werken, 12 tot 18 uur per dag. Zonder jullie bestaat er geen Hart in Actie en geen Ring. Dankjewel. Vrijdagavond, 23 oktober, 20:30. Aan de ene kant Gooise Vrouwen, aan de andere kant Popstars. Niet naar kijken, Gouden Televisiering, Nederland 1, 20:30. Het grootste gala van Nederland, de belangrijkste televisieprijs van Nederland.